Wat betekent 1 mei voor u? Heel veel. We hebben er vroeger thuis, mijn opa en opa, nou dat is toch al lang geleden, die deden al aan 1 mei. En mijn vader was een echte socialist, een echte 1 mei man. En bij ons thuis werd er ook, wij mochten niet naar school op 1 mei, we hadden altijd de vlag uithangen. Dat leefde heel sterk. U bent begonnen om voor te bouwen aan een Europa dat groeit dankzij internationale solidariteit. Dat voortbouwt op de sociaal-democratische gedachte van deze 1 mei. Dat knokt voor zijn plek in de wereld. Dat voor die wereld ook een voorbeeld wil zijn. Het is de dag van de arbeid wat we vieren. En ja, en waarin ook al gesproken wordt over wat het betekent 1 mei. Dus nou ja, dat is toch het arbeidsproces en dat we een 8-urendag hebben, enzovoort, enzovoort. Dat is waar we voor gevochten hebben. En dat moeten we blijven vieren, 1 mei. Hoe vierde u het vroeger? Nou, dan gingen we de straat op en ik had bloemen in mijn haar. En liepen we met een rode vlag en dan gingen we naar een demonstratie toe. En ik had je sprekers, zoals Koos Warrenk of andere grote leiders. Nou, en dan gingen we luisteren en dan zongen we onze liederen. En daar vandaan dat ik vandaag ook nog eventjes mee mocht zingen. Ik ben in de AIC geweest. Ik ben er helemaal mee opgegroeid. Mijn grootouders waren dan ook al lid van de... Opoe was van de Vrouwenbond en mijn vader was een echte socialist. En die heeft ook als gijzelaar gezeten in Vught. En ja, mijn hele leven was er. Die AIC was alles voor mij. Dat beeld wat u schetst van vroeger, dat bestaat nu niet meer eigenlijk, hè? Helaas niet. De swing is eruit. En het is toch nodig dat mensen strijdbaar blijven. Want er zijn nog zoveel dingen om voor te vechten. Dus ja, blijven vechten en blijven strijden, hè? Het zegt de mensen niks meer. Als ik er wel eens zo enthousiast over praat en dan zeggen ze wel... God Joke, dat weten we nou wel. Ik bedoel, het idealisme is er niet meer. Het kan misschien ook niet, de tijd is veranderd, zeggen ze. Maar ik mis dat wel. Ik mis de saamhorigheid. Mei, heeft dat nog toekomst? Ik ben bang van niet. Het idealisme is er niet meer. Hoe jammer dat ook is, 1 mei. Het zegt iedereen zo weinig. Nu ook. Ik leef naar 1 mei toe. Dat hadden we vroeger thuis ook. Dan, je leefde daar naartoe. En nou, het zegt de mensen nou niks meer. Tenminste, ik ken er niet veel meer die het nog zo als idealisme beleven. En ik vind het heel erg jammer. Er zullen altijd dingen zijn die aan de orde komen waar de samenleving mee te maken heeft om te verbeteren. En daar is 1 mei voor om dat aan de kaak te stellen en naar sprekers te luisteren en strijd te leveren. Dat is 1 mei. En dat moeten we ook niet vergeten. 1 mei mag nooit voorbij gaan.